Fokker Aerostructures houdt zich bezig met het ontwerpen en maken van lichte aerostructures. Hierbij kan men denken aan complete staarten voor de businessjets, bewegende delen aan vleugels. We doen dit voor de civiele aerospace-industrie als voor de militairen. Als we kijken naar onze klanten, dan zijn dat de Boeings, de Airbussen, de Gulfstreams. En als we kijken naar de militairen, dan is dat Lockheed Martin, Northrop Grumman. We zijn actief op de JSF. Werken we voor de NH90. Dat is de helikopter die ook bij de Nederlandse marine gaat vliegen. In 2005 was ten aanzien van storage de situatie bij Fokker Aerostructures dat we gebruik maakten van DAS-oplossingen, van NAS-oplossingen en van SAN-oplossingen. De backups werden gemaakt met behulp van tapes. En we zagen met name op het gebied van DAS dat de datagroei onstuimig was. En daar moesten we een andere oplossing voor kiezen. Wat we daarvoor gekozen hebben is de oplossing van NetApp. En we zijn begonnen met de aanschaf van Filers. De verwachting was dat de datagroei zo'n 50-60% per jaar zou zijn. We kwamen er snel achter dat dat richting 100-120% was. Zodat we op een bepaald moment moesten kiezen voor een ander concept. De kwaliteit van de hardware moest in orde zijn. Robuustheid, beschikbaarheid, flexibiliteit. Dus op tijd uit kunnen breiden zonder een grote impact op de organisatie. En goed geadviseerd worden door de leverancier. Omdat we toen zagen, dan praten we 2007, 2008, dat die groei onstuimig zou blijven. Dat er andere technologieën nodig waren om de datagroei te faciliteren. En die kennis kun je onmogelijk zelf in huis halen. Dat was toen en is nog steeds ons uitgangspunt. En daar hebben we die verantwoordelijkheid bij PROAC neergelegd. En die hebben ons daar al die jaren goed in ondersteund. Samen met PROAC hebben we succesvol het drie-tier concept geïmplementeerd. En we werden voor geruime tijd ontzorgd. Niet alleen de hardware, maar we hebben ook de diensten, beheer, disaster recovery, hebben we bij PROAC neergelegd. En het enige wat nog overbleef was het op tijd aanschaffen van hardware. Daar wilden we ook vanaf. En toen hebben we het besluit genomen in samenspraak met PROAC om zowel de hardware als het beheer, als de disaster recovery in zijn totaliteit uit te besteden bij PROAC. En het als de storage als een dienst in te kopen. Dat traject zijn we ingezet en hebben we succesvol afgerond. En we zijn uitermate content. We kijken op het gebied van technologie, maken we gebruik van een private cloud. En we hebben echt het gevoel dat we volledig ontzorgd zijn op het gebied van storage van de niet gestructureerde data. Nou, de allerbelangrijkste voordeel voor de organisatie is dat alle gebruikers op ieder gewenst moment kunnen beschikken over de juiste informatie. Dat in geval van calamiteiten dat er snel de verloren gegaande data weer gerestoord kan worden. Dat we werken volgens één concept, onafhankelijk op welke locatie je ook bevindt, Hogeveen, Papendrecht. En dat we nu bezig zijn ook dit in onze vestiging in het buitenland operationeel te maken. En we zijn op dit moment bezig met ons kantoor in Roemenië. En voor het eind van het jaar hebben we onze locatie in Mexico op hetzelfde concept aangesloten. Door gebruik te maken van de private cloud. Dit garandeert ons de security aspecten. En ook dat we niet alleen in Nederland ontzorgd zijn, maar ook in de vestiging in het buitenland. Nou, als we kijken naar de ervaringen die wij hebben met firma PROAC vanuit het verleden en ook als we kijken wat we van PROAC verwachten naar de toekomst toe, dan zijn onze ervaringen goed. En met name wat ons achteraf gezien heel veel gebracht heeft, is de stap-voor-stap approach om uiteindelijk te komen tot het huidige concept gebaseerd op het private cloud principe. Waardoor we ook kijken naar de business dat we niet alleen de vestiging in Nederland, maar dat we ook naadloos onze vestiging in het buitenland aan kunnen sluiten.
En zonder dat we ons hebben hoeven te bemoeien met de technologie, dat lieten we over aan ProAct. Dat de verwachting is voor de toekomst en wat we ook de eis stellen aan ProAct is dat zij op dezelfde wijze in het verleden ons op gezette tijden brengen naar de nieuwe technologische mogelijkheden op het gebied van storage. En daar hebben we alle vertrouwen in dat dat gaat gebeuren.